Ja. Vriend, voorzitter, tentoonstelling op Meer. Wat gaat de komende maandag gebeuren? Nou, de komende maandag is het de 97ste keer dat we de tentoonstelling houden. En we hebben dit jaar als hot item, weet je wel, om de ruitersport zoveel mogelijk tegemoet te komen, Ankie van Vrunsven uitgenodigd. De dressuurruiter bij uitstek. Zij is eigenlijk de ambassadatrice van de ruitersport. Vorig jaar is het springen afgelast. En toen wilden we de ruitersport tegemoet komen. En toen hebben we Ankie gevraagd. En die komt met het paard Krek Zij van Fred Vlaar. Die heeft Fred Vlaar gefokt uit Weidenes. En met dat paard doet ze hier een kliniek. En er zijn heel veel fans die Ankie hoog in het vaandel dragen. Dus die kunnen er allemaal van Ankie genieten. Ook in de Rabowagen stelt ze gelegenheid om vragen te stellen. Alle kinderen en mensen die een handtekening willen, die krijgen een handtekening van Ankie. Dus dat is eigenlijk onze grote trekpleister. Daarnaast hebben we ook een Marlies. En Marlies komt uit de streek vandaan, uit Hooghartel, meen ik wel. En Marlies heeft gezongen bij Idols, daar is ze nog hoog geëindigd. En Marlies, die laten we hier op een wagen van Ad Snip rondrijden op het terrein. En dan zingt ze 20 minuten lang zingt ze liederen, waar zij heel goed in is. 20 minuten? 20 minuten lang zingt zij 3-4 liederen. En vooraf doet zij het Wilhelmus zingen voor onze kampioenen. We hebben een kampioenschap eenspannen ereklasse, tuigpaarden. Een Fries dameskampioenschap. En het kampioenschap van de CERT, van de WPN. Van de Noord-Hollandse tuigpaardenmensen. En die drie kampioenschappen worden gehuldigd om 3 uur. En dan zingt Marlies het Wilhelmus voor de kampioenen. En dat lijkt ons ook wel een leuk iets. Dan bereik je even meer een breder publiek. Daarnaast hebben we natuurlijk de schapenkeuring. We hebben 4 schapenkeuringen. Bleudemen, tekselaars, blauwe tekselaars en melkschapen. Melkschapen zijn van het jaar voor het eerst. En die keuringen gebeuren daar op dat terrein. Daar is ook een veiling van kwart van half twee. Van half 1 tot 1 uur, kwart over 1, is er een schapenveiling. Er worden 10 schapen verkocht. Ooien, schapen en rammen. 10 van het allerbeste soort. Arjan Bosse zal die verkopen daar. Dan kan iedere schaap kopen als je dat wil. Van de beste klasse. En in de koeiering hebben we natuurlijk onze jaarlijkse rundveekeuring. Van hoogwaardig materiaal. 100 koeien en 50 galfies. Net als altijd. Wij zelf zenden van de Morgenster, van Bijman, een koe en een kalf in. Daar heb ik hoge verwachtingen van. Ik hoop dat ze het goed doen. Ik vind het prachtig voor Kees dat ik ze er naartoe sturen kan. Kees kon dat toen niet, omdat hij stieren fokte. Maar wij zijn nergens aan regels gebonden. Dus die koeien die zenden we in naar de landbouwdag. En we hopen dat ze het goed doen. Voor de rest is er op het hele terrein natuurlijk evenementen. We hebben ook de hal waar de aanloop, het museum, de aanloop wassen en drogen hebt. Er is de Spierdijker dansers treden op in die hal. En kleden het hele terrein wat aan. En zo is er eigenlijk voor een ieder wat wils hier op het terrein. We hebben ook de oostwagens. Dat zijn van die grote oude hooiwagens van vroeger. Met 2 paarden ervoor. En die denden hier ook over het terrein heen. En die hebben ook een hele mooie show ervoor. Dus en in ring 2, daar komt ook Appie Kamps. En die legt een paard neer. Het is een triest verhaal. Hij schiet hem zelfs dood, want hij is zo ziek. En dan komt er weer een hond. En die geeft hem een wortel. En dan vliegt dat paard weer omhoog. Dus die man die is erg met die dieren, met honden en met paarden, is hij er bezig in ring 2. In dat kleine ringetje hiervoor, daar doet er een eendeman, een eendenshow. Dan heb je zo'n border collie en die laat die eenden in essen lopen en in rondjes lopen. Nou, dat is ook een apart iets. Die was er trouwens vorig jaar ook, maar dat vonden we zo leuk. Die kent van het jaar wel weer. En zo proberen we de dag dus zoveel mogelijk vol te maken. Er is natuurlijk voor de kinderen is het zwembad, het springkussen en ponyrijden. Dus voor de kleine kinderen is er ook van alles wat te beleven. We hebben het zwembad afgehuurd en dan kunnen ze gratis zwemmen. Dus van alles is er wat te beleven. Had je Piet Paulus maar ook nog gehuurd voor mooi weer? Of, Nee, Piet Paulus maar hebben we niet. We volgen hem wel, maar we hebben hem niet gevraagd om te komen. Nou, nee, dat vind ik. Nou, voor een mooi weergarantie is veel of, je hebt alles in de hand, behalve het weer. Behalve het weer. En daarom is het van de week ook een beetje spannend. Terrein kan veel hebben, maar de verwachtingen zijn goed. Dus nou ja, dan hebben we een Paulusma niet nodig, vinden wij. Dus, ja, je kan er van alles wel aan de hand halen, maar het heeft allemaal zijn drukte en zijn zorg ook nodig. We hebben eigenlijk werk zat. Je doet er allemaal bij. Ja, dus we hebben ook een nieuwe cateraar.
en een nieuwe VIP-tent. Dus nou, dat loopt nog allemaal goed. Voorheen deed Ensies en Vincent Baten het. Nu doet NH Catering het. En dat ziet er allemaal goed uit. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat het lukt. Welke VIP's komen dit jaar naar op meer? Er zijn een Poolse delegatie komt er. Die hebben een uitwisseling met op meer. En de commissaris van de Koningin opent het. Er komen nog twee Afrikaanse mensen komen naar op meer. En voor de rest zijn het alle wethouders en burgemeesters van Noord-Holland. Een beetje van omliggende dorpen. En voor de rest Hans Schipper van gedeputeerde staten. Bob Verburg komt. En ja, voor de rest zijn het aannemers. En alle mensen die uit Amsterdam hebben ze ook een yard. Al die gasten die, ja, die hebben we ook. Maar ik weet niet precies. Maar speciale VIP's. Dat zijn eigenlijk die Poolse mensen en die Afrikaanse mensen. Maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Nou, we zullen het maandag zien. Goed, ik hoop dat jullie allemaal komen. Zeker is het dat het een mooie dag is. Iedereen zal genieten van de agrarische gebeurtenissen hier in Opmeer.